Daar zie je. Waar was je? Ik heb je overal gezocht. Ik was gewoon hier, gewoon thuis. Ja, nu ja, maar dat bedoel ik helemaal niet. Je bent de hele nacht weg geweest. En vanmorgen had je ook niet bij het ontbijt, hè? Ik heb wel ontbijt. Ontbeten. Ontbeten, whatever. Hij heeft wel ontbeten. Hij heeft 2 broodjes met kaas gegeten. En thee gedronken. Dat is niet waar, heb koffie gedronken. Ik drink 's ochtends thee, ja. Dat hebben ze helemaal niet in Afghanistan. Ja, hallo zeg. Omdat er in Nederland geen thee groeit, betekent niet dat we hier geen thee drinken. Nou ja, wij moeten altijd alles importeren. Maria, ik heb je vanmorgen nog gevraagd waar hij was. En je zei niks. Je haalde je schouders op, verdorie. Ja, ik wist niet eens dat hij hier was. Hoe moet ik weten waar hij naartoe gaat? Ja, hallo zeg. Jij moet gewoon elke seconde van zijn leven weten, zodat je lekker een kopje thee voor hem klaar kan zetten, hè? Wat een onzin. Ik ben gewoon verantwoordelijk voor hem. Jij verantwoordelijk? Ja. Je behandelt hem als een dier. Een dier? Nou. Een beetje overdrijven. Ja. Kijk, er staat een adres boven. Dus je zou ze kunnen schrijven. Ja. Toch? Nee, er staat geen Maria bij jouw naam. Omdat Amara mijn echte naam is. Oh. Hadden ze maar een blond meisje geadopteerd. Wat hoor ik nou? Een blond meisje? Je was zo schattig, je was zo'n leuk kind. Ja, ik zie hem nog staan, hè. Echt. Zo met die kleine krulletjes. Echt. Je was zo'n klein weesje. Ik was helemaal geen wees. Oh nee? Ik had ooms, tantes en neefjes, hè. Nou, waar waren die dan, hè? Waar waren die op Schiphol, hè? Tante Cor die stond op Schiphol klaar, hè? En waar waren die neefjes en die nichtjes dan, hè? Ik heb ze niet gezien. Nou, ik zou wel willen weten waar ze zijn. Want ik ga ze zelf zoeken. Weet jij waarom wij hier voor jullie staan? Omdat wij gloeiend kwaad zijn op de Blanda's, Indo-Chinezen. Jullie hebben ons eeuwen uitgebuit. En nu zijn wij hier om alles terug te pakken. En als het moet met geweld. Hij daar, dat is de vijand. Want zijn families hebben onze families uitgeknepen, uitgebuit, mishandeld, vernederd. En tenslotte hebben ze ook nog het hele land leeggeroofd. Dus Boem, waarom praat je nog bij hem? Het is het niet waard. Hij moet worden gebukkeld. Wij moeten verder, want de revolutie moet doorgaan. Merdeka! Merdeka! Indonesia, tanah airku, tanah tumpak, tanahku. Ik was ook echt akkoord. Ik zag die Jap weer voor me. Ja. Met zijn linkerhand hield hij het zwaard bij de scheet. Hij blafte tegen me dat ik nergens voor deugde. En de tolk schreeuwde nog tegen me als ik niet 24 uur lang bij de waterput in de brandende zon zou blijven staan, dan zou hij mijn schrijfhand afhakken. Wat moet er in Gods hemelsnaam van dit mooie land terechtkomen? Ik heb zoveel moeite gedaan om de onderlinge band te verstevigen. En dan breekt de dag aan dat we ons paradijs moeten verlaten. Alles zijn we kwijt.